en dan aan de andere kant van de tafel zit Paul van Akker. En Paul is samen met zijn vrouw eigenaar van de schuilkelder in de tuin van de voormalige pastorie van de Sint-Antoniuskerk. En die is nieuw leven ingeblazen. Daar gaan we het over hebben. Gesprek met Paul van Akker en André Nieuwenhuizen. Ze hebben een gezamenlijke band voor het organiseren van bepaalde onderwerpen in verband met de vrijheid. Maar Paul is eigenaar van de schuilkelder. En om daar een beeld van te krijgen, hebben we een filmpje. Gaan we eerst eens even naar kijken. Na vele jaren gewoon geslapen te hebben, kwam de tijd om het historische monument tot leven te wekken en voor bezichtiging open te stellen. Na intensieve voorbereiding en onderzoek, samen met Heemkundekring de Heerlijkheid uit Oosterhout, werd de schuilkelder een beetje officieel voor het publiek geopend. Op 5 mei 2016 onder aanwezigheid van oorlogsveteranen, waaronder de inmiddels overleden Piet van Heerbeek, die samen met de jeugd de schuilkelder heropende. Op open dagen wordt hij dan ook druk bezocht en vooral voor de jeugd is het belangrijk te zien waar onder meer hun groot- en overgrootouders hebben moeten schuilen voor het oorlogsgeweld. Ja, Paul, mooi beeld van die schuilkelder, maar die is heel lang dicht geweest, hè? Ja, dat klopt. De schuilkelder is eigenlijk weinig meer gebruikt, eigenlijk meer slapend geweest. Ja. 23 jaar geleden, toen ik met mijn vrouw samen de pastorie kocht, toen heb ik hem even bekeken, was één grote bende. En ja, dan ga je zo'n pand restaureren, je hebt je carrière. En tot het leden van de Heemkundekring zei je van, goh, gaan we daar niks mee doen. Toen zijn we dus met een heel team onderzoek gaan plegen, alles opgestart. En uiteindelijk zover gekomen dat we op 5 mei 2016 de schuilkelder officieel geopend hebben voor het publiek. En eigenlijk het belangrijkste, de jeugd, om de jeugd te triggeren van kom eens kijken hoe dat jullie voorouders zich hebben moeten verschuilen voor de vijand. Ja, want dit jaar, 75 jaar bevrijding, is natuurlijk een heel bijzonder jaar. Ja. Mensen die willen komen kijken, wat kunnen ze dan verwachten? Nou, ze kunnen verwachten dat ze in ieder geval door een fantastisch team onthaald worden, waarvan ik zelf en Marten van Halden van Heemkundekring de Heerlijkheid de gastheren zijn. En vervolgens hebben we een groep gidsen, vrijwilligers ook. En die leiden zeer uitgebreid de mensen naar de schuilkelder toe, waarin het verhaal al eigenlijk al begint. Dus het is niet zo van, hup, we gaan naar beneden en we komen in de boven en dit was het. Nee, hun hart spreekt, zij vertellen van, dit is er gebeurd vooraf, zo is het tot stand gekomen en de pad naar de schuilkelder is eigenlijk de eerste baan van de verhalen, hoe dat er beneden uitziet. En dan gaat de groep naar beneden toe en daar wordt dan eigenlijk daadwerkelijk de schuilkelder getoond. Ja, de functie van de schuilkelder wordt wel degelijk goed toegelicht, ja. Hè, waarom dat hij daar toen gebouwd is. Wie heeft hem gebouwd? Pastoor van Loon, dat was de toenmalige pastoor van de Antonius parochie. Dat was eigenlijk een hele clevere man, was ook een rijke man vanuit de suikerindustrie, zijn familie. En hij had besloten toen Duitsland op 1 september 1939 Polen binnenviel, dat was eigenlijk het begin van de Tweede Wereldoorlog, toen is hij naar de burgemeester gestapt en hij ging toen natuurlijk met een wijntje en een bolknak. Ja. En toen heeft hij in 2 dagen dat is niet meer. Toen heeft hij in 2 dagen de vergunning gekregen, gaat ook niet meer. Nee. En toen is dus door de firma Struik een zeer professionele schuilkelder gebouwd vanuit ontwerpen uit de Eerste Wereldoorlog, dus ook met afdichtingen tegen gas aan. Ja. Je gaf aan dat je graag jongeren daar wil. Iedereen is natuurlijk van harte welkom, ja. Maar waarom vooral de jongeren? Nou, ik denk dat bij de oudere mensen zit natuurlijk wel een stukje emotie, hè, vanuit hun vaders en moeders en noem maar op. Maar vooral de jeugd, die wordt zich steeds meer bewust en bewust gemaakt, ook op de scholen, van die Tweede Wereldoorlog en wat zich daar afgespeeld heeft. Die worden daarmee, dus interesse wordt daarmee gewekt. Ja. En ik vind het belangrijk dat de jeugd dan in feite weet hoe hun voorouders hebben moeten schuilen voor het oorlogs. Het levend houden van het verhaal van de oorlog, ja. Dat het nooit meer terug mag komen, nee. In principe. Hè? Ja. Als ik daar ben, dan word ik ontvangen door een
Mooi team. Ja. Waar beginnen we dan mee? Nou, in principe hebben we de oude garage die Pastoor van Loon vroeger heeft laten bouwen, die hebben we dan omgebouwd als een soort ontvangstreceptiezaal. Daar tonen we ook beelden. Daar wordt in feite de bezoeker al een beetje verteld hoe dat het in zijn werk gaat. En vervolgens gaat men beginnen naast mijn huis met het verhaal over de historie, pastorie, kerk, wanneer die gebouwd zijn in 1907. En wat uiteindelijk via een pad met borden komt het hele verhaal ingang van de schuilkelder. Ja, mooie routine. Ja. Mensen die belangstelling hebben, is er een website waar ze terecht kunnen? Een website hebben we niet. We hebben wel een e-mailadres. Ja? En dat e-mailadres is inlichtingen@schuilkelder.info. Ja.